De federatie van aflegverenigingen in Suriname heeft gisteren een Opoyari Dinari Day georganiseerd. De laatste Dinari Day werd in 2019 gehouden. De organisatie van de Opoyari Dinari Day lag dit jaar in handen van de aflegvereniging Dankbaarheid. Clifton Braam, voorzitter van de federatie van aflegverenigingen in Suriname, zegt trots te zijn op de vereniging voor het toch nog kunnen organiseren van een Opoyari Dinari Day, vooral in deze moeilijke tijd. Braam zegt verder dat de afgelopen 2 jaren heel hectisch waren voor de federatie met de vele COVID-doden en normale doden die er waren gevallen. Omdat wij een jaar weer hebben afgesloten met alle tjugo-tjugo's, met alle mankementen, we kennen het gevecht nog dat wij moesten leveren met het ministerie van Volksgezondheid, ook in die COVID-periode, dat die federatie erkend werd. Dat die federatie werd erkend, zodat wij ons werk ook konden doen. Het is met heel veel strubbelingen gegaan. Het is met heel veel taktaki gegaan. Het is met heel veel jubu-jubu geweest. Als voorzitter heb ik zelf ook een heleboel naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Dat ik aan mensen hun broek kom. Dat ik bij konden maar hosselen. Het werk wat wij doen is geen hosselen. Het werk dat wij doen is geen hosselen. Aflegger of dinari zijn is een levenshouding waarbij de levens- en wandelgangen worden veranderd. De voorzitter is niet te spreken over de minderwaardigheidsbehandeling die afleggers krijgen voor het werk dat zij verzetten. Het is een werk dat niet makkelijk is en heel erg zwaar is. Laat het niet zo zijn dat wanneer men met u komt praten als aflegvereniging, dat u een minderwaardigheidsbehandeling krijgt, want men kan de onkosten niet vergoeden voor het zware werk dat u moet doen, maar men is wel bereid 7 limousines te betalen. Men is wel bereid 4 en 5 bands te huren, maar bij u is het altijd een probleem. Wat kijk je niet eerlijk? Je moet doen rokko. En je moet ook een lobby want doen. En alles wat je kon uitvaart. Je denkt dat naar familie wanden komt. Ze komen kijken wat u gedaan heeft. Ze komen kijken om het weer te vertellen. Hoe goed of hoe slecht u gewerkt heeft. En daarom moeten we dit beroep verheffen. De federatie is bezig geweest met de UNESCO. U mag het weten. We lossen hoe net dat hier. Omdat de bestuurders de familie dat we net job om met wat opbari. We zitten huiswerk naar elkaar door. De goede naam en reputatie van aflegverenigingen moet hoog blijven. Hoe er buiten over deze groep wordt gesproken, stuit Braam zwaar tegen de borst. De samenleving moet respect hebben voor het werk van een aflegger.